Mijn naam is Joey Pelupessi. Ik ben uh, 28 jaar, geboren in Almelo. Um, mijn positie is uh, verdediger in de middenvelder. Ik heb gevoetbald bij FC Twente, Heracles, uh, Sheffield Wednesday en Giresunspor in Turkije. En um, ja, ik uh, mag nu bij FC Groningen aan de slag. En ja, daar kijk ik wel naar uit natuurlijk. Ja, dat zeg je met een grote grimlach uh, op je gezicht. Voelt het zo? Ja, zo voelt het zeker. Nieuwe club, nieuwe uitdaging en uh, ook na een lange tijd terug in Nederland in de Eredivisie. Dus um, nee, dat zijn allemaal leuke dingen. Dus uh, ik kan niet wachten om, uh, om te starten. En voor jou natuurlijk niet, uh, niet een onbekende club? Nee, nee, zeker niet. Vaak genoeg tegen gespeeld. Ik ken ook een aantal jongens die hier nog spelen. Um, dus nee, dit is uh, wat dat betreft een bekende club. Maar uh, ja, nu ga ik de club van binnenuit ook meemaken. Volgens mij Mark de Wierik? Heb je mee uh, samengespeeld? Ja. En je hebt een, uh, een band met uh, technisch directeur Mark Jan Valeris? Heb ik ook mee samengespeeld. Uh, en Bart van Hintem moet ik ook zeggen, heb ik ook nog mee samengespeeld. Dus uh, ja, drie mensen die ik redelijk goed ken. Mike ken ik heel goed, heb ik in de jeugd van uh, fc Twente en Heracles mee samengespeeld. Uh, met de technisch directeur Mark Jan Valeris ook mee samengespeeld. En later uh, is hij nog eventjes technisch directeur bij Heracles geweest, waar ik toen ook nog speelde. Um, dus dat contact is natuurlijk ook altijd gebleven. En, en uh, met Bart ook een, uh, volgens mij één vol seizoen bij, uh, bij Herakles. Dus um, ja, wat bekende gezichten ja. Mark-Jan noemt jou uh, een karakter uh, om er goed bij te hebben in, uh, in de kleedkamer ook. Ligt goed in de groep, herken je je daarin? Jawel, dat is een compliment. Dat is moeilijk om van jezelf te zeggen, maar... Laat ik het zo zeggen, elke groep waar ik uh, ben geweest... Um, Denk ik wel dat ze dat over mij zullen zeggen. Ik ben een open jongen en ik, uh, ik hou van contact met anderen om elkaar samen te brengen, om elkaar te helpen. Ik uh, sta er positief in. Dus um, ja, ik denk dat ik uh, wat dat betreft wel wat toe kan voegen aan elke groep. En uh, dat hoop ik hier ook te doen. En op het veld, hoe, uh, hoe gaan de supporters van de FC jou echt leren leren kennen? Ja, als een agressieve uh, verdedigende middenvelder uh, die zonder bal scherp en agressief is, het team helpt, het team coacht en uh, aan de bal goed in de passing zit, uh, vooruit spelen, uh, ja, veel stimulerend zijn bij de verdediging, maar ook langzaam naar voren uh, wat proberen te brengen. Dus um, ja, dat zijn denk ik een beetje mijn kwaliteiten, maar ook mijn taken. Wat neem je mee van, uh, van alle buitenlandse ervaring die je hebt opgedaan? Uh, veel. Uh, ik heb 3,5 jaar in Engeland gespeeld, in de Championship, zoals ik net aangaf. Uh, ja, dat was een hele mooie en leerzame tijd voor mij. Uh, Ander soort voetbal, maar wel heel intensief. Uh, hard werken, uh, weinig tijd aan de bal, snel handelen. Dus wat dat betreft ben ik daar zeker een betere speler geworden. Uh, en ook meer ervaren natuurlijk, als je zoveel wedstrijden daar hebt mogen spelen. Turkije was een iets kortere trip, uh, maar dat was ook weer een hele andere cultuur met een hele andere manier van werken en ik denk dat je ja, al met al daar heel veel dingen van opsteekt. Uh, binnen voetbal, maar ook buiten voetbal en ja, ik denk dat ik die ervaring uh, zeker moet meenemen naar uh, FC Groningen toe en ook naar de groep en uh, ja, dat probeer ik te gaan gebruiken natuurlijk. Je hebt vaker op de radar uh, gestaan van, uh, van de club, hoe, uh, hoe is het nu uiteindelijk tot stand gekomen? Ja, dat klopt. Ten eerste dat ik vaker op de radar heb gestaan. Er is ook vaker contact geweest. Um, en dat is ook altijd goed contact geweest. Um, ja, daar zijn we niet altijd uitgekomen. Ik heb misschien zelf ook mijn eigen keuzes gemaakt om nog langer in het buitenland te blijven. Uh, maar goed, um, de club bleef contact met mij houden. Uh, en dat is altijd goed bevallen. Dat is ook altijd een goed contact geweest, ondanks dat de keuze dan misschien ergens onder... Ergens anders op was gevallen. Um, dus nee, dat contact is er altijd geweest. En dat was een goed contact, zoals ik zei. En uh, de interesse van mijn kant was er ook zeker altijd. En uh, ja, ik ben eigenlijk blij dat het uh, nu uiteindelijk uh, zo is gelopen. dat ik uh, wel voor FC Groningen kan gaan uitkomen. Dus uh, nee, een stap waar ik heel blij mee ben.